Van onze scholen in functie van de COVID-problematiek. Zijn daar vragen omtrent, collega's? Ik had nog wel een vraag. We zijn heel blij dat er uiteindelijk toch een tussenkomst komt voor de scholen. Hè. Die bedraagt nu 2 euro per leerling. Maar er valt te lezen dat er dus 2800 euro krediet is vrijgesteld voor de scholen. Hè, voor het flankerend onderwijsbeleid. Nu, mijn vraag is, waarom wordt dat bedrag niet integraal naar de scholen toegekend? Want nu, als we 2 euro per leerling nemen, voor leerlingen van Hersel komen dan aan 2012 euro, dus dan zit er nog mijn overschot. Je zou bijvoorbeeld gemakkelijk naar 2,75 per leerling kunnen gaan bij de scholen, met het bedrag dat er is. Ja, blijkbaar zijn er nog een paar rekeningen die moeten betaald worden. En, het is daarom dat we nog een klein overschotje houden op ons bedrag. Dus dat is eigenlijk de enige reden. Oké. Okay. Oké, bedankt Pietrian. Is daarmee ieder zijn vraag daarbij beantwoord? Oké, collega's, dan kunnen we ook hier besluiten tot unanieme goedkeuring. Dan gaan we over naar punt 16. Co-promoter in het kader van het project Habitatherstel Langdonken en Goor-Assen.